telefoon op mute te zetten. We zijn met velen, dus anders gaat dat snel storen. Even kijken hoor. Ja. Mijn naam is Diana Geraci en ik werk als projectleider vrouwelijke genitale verminking bij VAROS. En VAROS is expertisecentrum gezondheidsverschillen en daarnaast al vele jaren focal point op het gebied van VGV. En dat betekent dat wij ons inzetten op het voorkomen van meisjesbesnijdenis, op het organiseren van goede zorg voor vrouwen die besneden zijn. En daarnaast verzamelen en verspreiden wij kennis die daarbij van dienst kunnen zijn. En dat doen we samen met vele organisaties, zoals Federatie Somalische Associaties Nederland, GGD'en, Veilig Thuis, medische beroepsverenigingen. En u ziet op deze sheet een aantal voorbeelden van activiteiten die wij uitvoeren. In Nederland wonen er naar schatting 41.000 vrouwen die besneden zijn. En sommige van deze vrouwen kunnen daar klachten van hebben. Dan hebben we het over fysieke klachten, seksuele klachten, psychische klachten. En vandaag gaan we belichten wat die klachten kunnen zijn, maar ook wat er het zorgaanbod is in Nederland. En daarvoor gaan we een aantal sprekers aan het woord laten. Ik ga zo meteen eerst in gesprek met Marissa Abdougani. En daarna volgt de presentatie van Emmy van den Boogaard en Muus de Euser. U kunt uw vraag stellen na de chat, in de chat. We gaan de vragen behandelen als alle presentaties zijn geweest. Vanaf ongeveer 2012 zijn er in Nederland op verschillende plekken spreekuren. Dat zijn laagdrempelige spreekuren waar vrouwen die besneden zijn terecht kunnen met klachten. Daar kunnen ze terecht zonder doorverwijzing. U ziet hier een overzicht van een aantal locaties waar die spreekuren, die laagdrempelige spreekuren zijn. En organisaties die daar betrokken zijn bij het bieden van deze zorg. En om u wat meer te vertellen over wat de zorg in een dergelijk spreekuur inhoudt en wat de rol van sleutelpersonen daarbij is, ga ik nu in gesprek met Marissa Abdougani. En dan ga ik even stoppen met delen. En even kijken of Marissa al bij mij in beeld erbij komt. Ja, daar is Marissa. Marissa, fijn dat je er bent vandaag. Hoi Diana. Hi. Marissa, je werkt voor de GGD Haaglanden en het Haga ziekenhuis als verpleegkundige. En sinds 2012 bemens je daar een spreekuur voor vrouwen die besneden zijn. Ja, klopt. Kan je ons wat vertellen wat je daar precies doet op dat spreekuur? Nou, mijn naam is Marissa Abdougani. Ik draai sinds 2012 spreekuur nazorg voor besneden vrouwen. Dus wij waren eigenlijk de eerste in Nederland dat dit spreekuur deed. En wat ik eigenlijk doe is, vrouwen komen bij mij binnen. Ik doe de intakegesprek met hun. Ik kijk wat voor klachten ze hebben. En dan ga ik hun doorverwijzen naar een specialist. Ik werk met verschillende specialisten. Een gynaecoloog, een seksoloog, fysiopekkenbode en een psycholoog en gynaecoloog en uroloog. Dus er zijn specialisten waar ze echt bij betrokken zijn met het project. En het zijn echt vaste teams, zeg maar. Het is niet zomaar een gynaecoloog die hier rondloopt. Nee, ik werk echt met een vaste team. En met wat voor klachten komen vrouwen dan bijvoorbeeld bij jou op het spreekuur? Komen vaak met menstruatieklachten en een kinderwens. Stukken psychisch zie je het heel weinig. Want vrouwen vaak durven niet om te zeggen dat ze een psychische klachten hebben. Ze denken als ze zeggen dan ik heb psychische klachten, dat ze doorverwijzen worden naar een psycholoog, dat ze gek zijn. Maar dat is niet zo. Het is niet zo dat je gek bent. Je hebt gewoon hulp nodig. Dus met menstruatieklachten, infectie, kinderwens, pijn tijdens de gemeenschap en pijn tijdens de plassen. En wat maakt nou dat vrouwen met deze klachten niet gewoon naar de huisarts gaan? Wat denk je? Ik denk vaak is het echt een stukje schaamte.
taboe speelt er ook rol, een stukje cultuur speelt er ook rol, traditie. En vaak vrouwen zijn ook bang als ze naar de huisarts gaan, is dat vaak een mannelijke huisarts. En vaak durven ze niet te vertellen wat voor klachten ze hebben. Een stukje schaamte zit er daartussen. En ik denk ook een stukje taalbarrière. Dus vaak speelt ook een taalbarrière. Ze willen het vertellen aan de huisarts. Misschien snapt de huisarts niet. Er ligt de link niet van ik heb een Somalische vrouw of ik heb een Soedanese vrouw. Vaak wordt die link ook niet gelegd. En ik denk dat het te weinig kennis ook naar de huisartsen toe. Ja, laten we daar zo meteen nog even op doorpraten. Ik ben benieuwd, wat als een vrouw bij jou op het spreekuur komt en jij komt in gesprek met een vrouw achter dat er verdere zorg nodig is voor de klachten die zij heeft. Hoe gaat dat dan verder? Ja, bij mij als het komen en ik zie dat ze klachten heeft, dan heeft ze meer zorg nodig. Dus ik moet haar doorverwijzen naar een specialist. Ik moet haar doorverwijzen naar de artsen waar ik mee werk. Dus ik kijk echt per klachten bij welke arts ik de vrouw kan doorverwijzen. Dus dan is dat vaak echt dat ik zeg van ja, u heeft hulp nodig. Kijk, als de eerste gesprek niet lukt, dan kun je vaker de vrouwen wel oproepen tot het wel gelukt is, tot zij dan doorverwijs kan worden naar een specialist. En ik ben er altijd ook bij, zeg maar. Dus als ik ook een afspraak maak bij een gynaecoloog of bij een seksoloog, ik ben er altijd bij. Dat hebben we echt gekozen, bewust om. Want vaak, je kan wel zeggen, ik heb een afspraak gemaakt bij u, bij een gynaecoloog. Het kan zijn dat die vrouw niet komt. Het is altijd een reden van dat ze bang is, dat ze schaamt. Daar is er ook altijd een reden. Maar als ik zeg, ik ben er wel bij en ik begeleid u tot u uitbehandeld bent, dan heeft zij een persoon die ze al vertrouwen heeft opgebouwd. En ze denkt van, oh, ik ben nu veilig. Ik ben niet alleen bij de arts. Dus wij hebben mooi op die manier een beetje geregeld in Den Haag. Dus ik ben er altijd bij tot ze uitbehandeld is. En dan is mijn taak ook klaar. Heel mooi. Vrouwen kunnen dus laagdrempelig terecht bij de spreekuren. Ja. Zeker ook bij jullie, zonder verwijzing van de huisarts. Nou, spelen in de toeleiding naar de spreekuren sleutelpersonen een belangrijke rol. Ja. Kan jij iets vertellen over wie sleutelpersonen zijn en wat zij doen? Ja, sleutelpersonen zijn heel belangrijke personen voor nazorg, zeg maar. Sleutelpersonen zijn vrijwilligers die met het GGD werken. En ze komen ook van verschillende organisaties. Dus wij als GGD werken met verschillende organisaties. En dat is Soedan, Somalisch, Egypte, noem maar op. En we hebben dan van elke organisatie hebben we 2 mensen of 3 mensen of 4 mensen getraind. En dat heeft EFSEN dan de training gegeven. De bedoeling is dat ze in de training krijgen hoe ze het gesprek gaat uitvoeren. Hoe ze een huiskamergesprek gaan doen. Hoe ze de preventie kunnen overdragen naar hun eigen gemeenschap. En hoe ze de begeleiding naar het nazorg. Ook dat stukje zit er ook in de training. De sleutelfiguur is heel belangrijk. Want hun organiseren het bijeenkomst. Hun organiseren een voorlichtingbijeenkomst. Dus hun zien ook die vrouw eerder dan jij, zeg maar. En in zo'n huiskamergesprek. En sleutelfiguren mogen 3 keer per jaar mogen ze een huiskamergesprek organiseren. Huiskamergesprek houdt in dat ze dan hun eigen gemeenschap bij elkaar gaan brengen. Maakt niet uit in buurthuis of in een huis, maakt niet uit. En de bedoeling is dat ze de preventie overdragen naar hun eigen gemeenschap. Het preventie houdt in het informatie van het VGV dat ze overdragen naar hun eigen gemeenschap. En een stukje nazorg. Vaak word ik dan uitgenodigd voor nazorg. Dus en kan het ook. En daarna is de bedoeling dat ze de vrouwen ook begeleiden naar het nazorg. De sleutelpersoon speelt een heel belangrijk rol. En die heb je echt hard nodig, eerlijk gezegd. Ja, dus als ik je goed begrijp, sleutelpersonen zijn mannen en vrouwen. Want klopt, hè, zijn ook mannen. Ja. Uit gemeenschappen waar VGV voorkomt. En zij zijn getraind onder andere door EFSAN, Federatie, ja, Somalische Associaties Nederland. Ja. En ze zijn verspreid over heel Nederland, hè, zijn zij actief. Ja. En zij zijn dus getraind in het bespreekbaar maken van VGV, dus wat het is.
Ja, Maar klopt. ook in wat klachten kunnen zijn. En zij weten dus ook van het bestaan van deze spreekuren af. Ja, ze weten wel wat de nazorg is. En de bedoeling is dat ze ook de vrouwen ook begeleiden naar het spreekuur toe. Ja. Kan je iets vertellen over wat daar de meerwaarde van is? Wanneer een sleutelpersoon een vrouw begeleidt naar het spreekuur? De meerwaarde is, stel voor dat een vrouw heel graag wil naar het spreekuur. Hè? Zij heeft meerdere klachten, maar ze durft het niet. En ze zegt, ja, ik durf het niet. Maar zo'n sleutelfiguur, die heeft een achtergrond van een vrouw. Die kent als een stukje achtergrond. Ze kent die traditie. En ze kan wel de vrouw een beetje overhalen. Van, jij hebt hulp nodig. Kom, ja. Ik ga met je mee. Wij gaan naar een spreekuur. En daar kunnen ze jou helpen. Dus zo'n sleutelfiguur heeft meer ervaring. Heeft meer achtergrond dan iemand anders die een zo'n voorlichting geeft van een vrouw zou zeggen, ja, je weet niks over mij, dus ik kan ook niks over jou tegen jou zeggen. Mooi. Je hebt al een paar drempels genoemd, hè, voor die vrouwen kunnen hebben om of kunnen ervaren om zorg te vragen voor hun klachten. Wat kan je nog een keertje samenvatten en benoemen wat volgens jou de belangrijkste drempels zijn voor vrouwen om hulp te zoeken voor hun klachten? Ik denk dat voorlichting is heel belangrijk. Eén, voorlichting is heel belangrijk. Je moet eerst mensen bewust maken wat dat VGV is en wat zijn de klachten, zodat ze de link kunnen leggen op de klachten die ze hebben en dat ze kunnen naar nazorg komen. Het preventie is nummer 1 en bewustmaken is nummer 2. En ik denk ook een stukje begeleiding, zeg maar. Dat de vrouw wel, dat zij een begeleiding krijgt om naar nazorg te gaan. Ja, je bedoelt eigenlijk dus ook dat de sleutelpersoon daadwerkelijk meegaat naar de nazorg. En wat kan jij professionals en sleutelpersonen nog meegeven om die drempels tot zorg zo klein mogelijk te maken? Ik denk het herhalen, het voorlichting herhalen en mensen bewust maken, zodat ze de link kunnen leggen naar hun klachten, zodat ze ook hulp kunnen vragen bij het nazorg. Een stukje warme overdracht vind ik ook heel belangrijk. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat professionels ook kunnen gebruik van maken van een sleutelfiguur. Dan gaat het ook wat makkelijker voor jou, zodat je ook het gesprek ook makkelijker kan uitvoeren met een sleutelfiguur. Tot jij toch je doel kan behalen, tot de vrouw toch wel naar een spreekuur komt. En ik denk ook een bijscholing voor professionels, dat is rondom VGV, dat ze een stukje theorie van het VGV weten, zodat ze ook het klachten kunnen herkennen bij een vrouw, zodat ze ook de vrouwen kunnen doorverwijzen naar de nazorg. Want bijscholing is ook hard nodig voor professionels, hoor. Waar, kan je aangeven waaruit blijkt volgens jou dat die bijscholing hard nodig is? Vaak merk je wel dat professionels de link niet leggen, zeg maar, als een vrouw een klacht heeft. Ik praat ook nu met ervaring, hoor. In het begin van het project heb ik een huisarts gebeld. Van, ik zeg, ik heb graag een verwijzende brief nodig, want er is een cliënt van u naar mij toe geweest. En die is besneden. Hij zei, besneden? En ja, die wist het niet dat zijn eigen vrouw, dat zijn eigen cliënt besneden was. Maar ik ben toen met haar naar de huisarts gegaan. Dus ik moest alles tegen de huisarts zeggen. Hij zei tegen mij, hoe kan ik herkennen bij mijn cliënt welke klachten bij de besnijdenis hoort? En toen dacht ik, ik had altijd een beeld van, huisarts weet alles. Maar toen kwam ik erachter dat hij niet alles weet. Dat hij vaak die link niet ligt. En het is dat je het alleen maar vraagt. Hè? Van als je vaak ziet dat een vrouw uit die risicogroep komt, dat ze vaak met urineweginfectie naar jou toe komt en constant antibiotica, dan moet bij u een alarm branden van, hey, ze komt uit Somalië, vraag eens even, is zij besneden? Hè? Ja. Kan ik haar doorverwijzen naar de nazorg? Dan heb je ook die vrouw een beetje geholpen, zeg maar. Maar die bijscholing heb je echt nodig, zodat jij het klachten herkent en zodat je op tijd naar de nazorg kan een cliënt doorverwijzen.
Heel mooi, Marissa, dankjewel. Dat is ook een hele goede brug naar onze tweede sprekers. Marissa, wij komen zo aan het einde van de presentatie komen wij bij jou terug, omdat we dan nog wat vragen gaan behandelen van mensen die in de chat zijn gesteld. Ja. Dus dankjewel alvast en we zien je zo meteen zien we je terug. Dankjewel. Dan wil ik nu graag het woord geven aan Emmy van der Boogaard en Mujde Euser van het Amsterdams UMC. Eind 2019 verscheen er een medische leidraad met medewerking van meerdere beroepsverenigingen. En die leidraad bevat aanbevelingen over hoe goede zorg van vrouwen voor vrouwen die besneden zijn eruit dient te zien. En Mujde en Emmy gaan ons daar meer over vertellen over wat er in de leidraad staat. En daarnaast is het Amsterdams UMC ook gevraagd door onze overheid om vorm te geven aan een multidisciplinair centrum, waar onder andere ook reconstructieve operaties voor vrouwen gecentraliseerd gaan plaatsvinden. Nou, wat dat allemaal betekent, daar gaan we nu naar luisteren. Mujde en Emmy, mag ik jullie het woord geven? Zeker, dankjewel. Even zien hoe ik de dia verder krijg. Ja, goedemiddag allemaal. We gaan dus vandaag eigenlijk een verhaal in twee delen houden, waarbij we eerst de leidraad VGV uit 2019 zullen bespreken. En dat is ik weet niet wie hem al wel eens gezien heeft. Ik hoop een hoop mensen, maar best een uitgebreid verhaal, wat we natuurlijk niet helemaal in detail gaan vertellen, maar wel de belangrijkste punten samenvatten. Voor wie is hij? Wat staat erin en waarom? En het tweede deel gaat over inderdaad de route naar zorg en hoe we dat zorgpad nu in het Amsterdam UMC, als je daar binnenkomt, wat kun je dan verwachten. Nou, de leidraad heet voluit Leidraad Medische Zorg voor Vrouwen en Meisjes met Vrouwelijke Genitale Verminking. En dat korten we eigenlijk allemaal heel snel af naar VGV. En dat is eigenlijk de letterlijke vertaling uit het Engels. Maar in de praktijk spreek ik natuurlijk veel vaker over vrouwenbesnijdenis en meisjesbesnijdenis. Dus die termen gaan door elkaar heen. En in de leidraad staan ook belangrijke andere begrippen waar je ook rekening mee moet houden en die je goed moet uitvragen. Nou, de WHO, dat is de World Health Organization, die heeft een hele duidelijke definitie van wat VGV dan is. En dat is gedeeltelijk of volledige verwijdering of elke andere beschadiging van de vrouwelijke genitaliën zonder medische noodzaak. Nou, waarom staat dat laatste erbij? Je kan je bijvoorbeeld ook voorstellen dat een meisje geboren wordt met een aangeboren afwijking, waardoor je bijvoorbeeld een kindje moet opereren omdat het anders niet goed kan plassen. Dan opereer je natuurlijk ook, maar dat is echt een andere categorie. Dus daarom staat het er zo strikt opgeschreven. Voor wie is die leidraad dan? Nou, die is voor alle vrouwen en meisjes die besneden zijn of bij wie dat dreigt te gebeuren en die medische zorg krijgen, maar ook zeker voor degene die dat misschien helemaal nog niet krijgen, maar wel nodig hebben. Nou, het komt weinig voor, dat klinkt natuurlijk een beetje gek als je net aantallen hebt gehoord die Diana noemde, maar waar het om gaat is dat het niet zoveel voorkomt dat iedere zorgverlener in Nederland het heel vaak ziet. Maar het is zeker wel zo dat iedereen ermee te maken kan krijgen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan vrouwen die besneden zijn en die vervolgens zwanger worden. Het kan best zijn dat je als verloskundige of als huisarts dat maar heel weinig tegenkomt, misschien 1 of 2 keer. Maar ook dan is het net zo belangrijk dat je ervan bewust bent en dat je weet wat je moet doen. En in ieder geval weet hoe je erachter kunt komen wat je moet doen. En wat, dus dat bewustzijn is heel belangrijk. Deze leidraad is opgesteld vanuit de Nederlandse Vereniging van Gynaecologen, maar in samenwerking met een heleboel verschillende groepen, natuurlijk met de vrouwen om wie het gaat. De plastisch chirurgen, dat is misschien nog even goed om te zeggen, ik ben gynaecoloog en Mujde Euser is plastisch chirurg en seksoloog. De Vereniging voor Seksologie heeft hier ook aan meegeschreven. Ook de verloskundigen, de huisartsen en de jeugdartsen. De andere beroepsgroepen, die zijn ook gevraagd, die waren niet direct bij het schrijven betrokken, maar die zijn wel ook, is de leidraad voorgelegd en heb ik naar gekeken. En die kunnen hem in de praktijk natuurlijk ook
gebruiken. Dan hebben we het over kinderartsen, psychologen, bekkenfysiotherapeuten, urologen, verpleegkundigen, maar ook heel belangrijk de partners van de vrouw om wie het gaat. Nou, tot deze leidraad was er ook, denk ik, zeker wel bewustwording, maar ging het vooral om het wettelijke deel, namelijk het is in Nederland verboden om mee te werken aan meisjesbesnijdenis. Maar de nieuwe leidraad gaat veel meer uit eigenlijk van drie punten, namelijk het voorkomen. Dus als het dreigt te gebeuren, probeer echt om het te voorkomen. De wetshandhaving, want er staan hele duidelijke regels over in de wet, maar ook over goede zorg aan vrouwen met VGV. Nou, in die richtlijn staan dus wat voor types je zijn, die gaan we zo bespreken. Wat moet je nou als zorgverlener vragen? Wat moet je doen? Heel specifiek ook voor verloskundigen, want daar zit natuurlijk ook vaak een tijdsdruk op wat er moet gebeuren. Er staan ook adviezen in voor de vrouwen zelf, het wettelijk kader en de gevolgen voor de korte en de lange termijn en hoe dan verder. Nou, dit is natuurlijk een schematisch plaatje, het is ook expres geen foto, want het ziet er bij iedereen anders uit. Maar de WHO heeft heel duidelijk de type VGV beschreven. En dat wil niet zeggen dat de ingreep is gedaan of zegt, nou, we gaan nu dit type besnijdenis doen, maar het is wel een duidelijke afspraak om met elkaar te kunnen beschrijven, nou, wat zie je en welk type is het en wat heeft dat mogelijk voor gevolgen. Nou, en bij type 1 gaat het om gedeeltelijk of helemaal, helemaal kan eigenlijk niet, maar gedeeltelijk of dus helemaal verwijdering van het zichtbare deel van de clitoris. En het moeilijke medische woord heet dan preputium. Dat is wat veel mensen het hoedje of de capuchon of de voorhuid noemen. Dat kan dus we zien verschillende vormen daarvan waarbij dat geheel of gedeeltelijk verwijderd is. Bij type 2 spelen ook de binnenste schaamlippen een rol. Dat heet medisch labia minora en daarom, dat is waarom veel mensen het ook de kleine schaamlippen noemen, maar die zijn heel vaak groter dan de buitenste schaamlippen. Dus wij zeggen altijd de binnenste schaamlippen en daarnaast een deel van de clitoris en soms ook een deel van de buitenste schaamlippen. Dus dat zijn die labia majora. En de onderverdeling in de types gaat dan weer over welke delen zijn wel en welke delen zijn niet betrokken bij de besnijdenis. En het type 3, speelt ook duidelijk een vernauwing van de vaginale opening. En wat gebeurt eigenlijk is dat de binnenste en of de buitenste schaamlippen deels worden verwijderd en dan ook aan elkaar worden gehecht. En daardoor wordt de opening dus nauwer. Dit is wat we ook kennen als infibulatie. En het is niet altijd zo dat de clitoris dan ook beschadigd is. Maar dat kun je aan de buitenkant natuurlijk niet goed zien, want die ligt als het ware verstopt achter het gehechte deel. Nou, dan is er ook nog een type 4. En dat gaat eigenlijk om alles wat niet onder 1, 2 of 3 valt. En dat zijn alle andere handelingen. En dat moet je net zo breed zien als dat het klinkt. Dat kan dus zijn verbranden, prikken, piercen. En soms is het ook lastiger om daar de littekens van te vinden en om het goed te benoemen, maar dit is wel ook duidelijk een categorie. Nou, een hele opsomming, maar wat is nou het belangrijkste bij zorgverleners? Vraag ernaar. Dus als er iemand op het spreekuur komt, in wat voor hoedanigheid dan ook, want we hebben het natuurlijk eerder gehad over spreekuren waar vrouwen zelf naartoe komen, omdat ze vragen hebben over de besnijdenis, maar het kan ook heel goed zijn dat iemand met iets heel anders komt. En waarbij je als zorgverlener dus heel goed zelf moet bedenken, komt deze vrouw uit een gebied waar besnijdenis plaatsvindt, vraag er dan naar. Ook als een vrouw daar niet zelf mee komt. Soms kan een vrouw ook heel goed uitleggen wat voor type het is. Soms is dat ook lastig, maar vraag in ieder geval of vrouwen weten wat er gebeurd is, hoe oud ze waren en wat de omstandigheden waren. Was er verdoving of niet? Nou, waarom willen we dat graag weten? Dat zegt onder andere ook iets over hoe heeft iemand dat beleefd en heeft iemand eventueel een trauma opgelopen door die besnijdenis of is het iets wat ze zich eigenlijk helemaal niet meer kan herinneren? Nou, verder, hoe denkt de vrouw erover en de partner, hoe vinden ze het om erover te praten? Gebruikt iemand medicijnen of andere middelen omdat ze er pijn aan heeft? Is er een voorgeschiedenis van seksueel misbruik? Nou, dat hoort natuurlijk eigenlijk
iedere zorgverlener met iemand die met buikpijn komt te vragen. Maar wees je er echt bewust van, hoe is de vluchtgeschiedenis geweest? Hoe is iemand hier terechtgekomen? En hangen die zaken ook met elkaar samen? Vervolgens is het belangrijk om lichamelijk onderzoek te doen, waarbij het goed is om natuurlijk te bespreken van wat kan iemand aan. Je kan je ook voorstellen, als de opening heel nauw is, kun je natuurlijk niet zomaar gynaecologisch onderzoek doen. Dus overleg dan ook goed met de patiënt, naar wat kunnen we hier doen, wat moeten we eventueel in een andere setting doen. En de opdracht is daar duidelijk om niet alleen maar te zeggen, nou, het is type 1, 2 of 3, maar beschrijf wat je ziet. En als het mogelijk is, inderdaad, beschrijf dan ook het type. Vraag ook naar klachten in de breedste zin van het woord, want er zijn natuurlijk best veel klachten die je misschien niet direct daaraan linkt, maar iemand die bijvoorbeeld al heel lang pijn heeft in dat gebied, ja, die zal ook vaak een overactieve bekkenbodem krijgen en uiteindelijk ook bijvoorbeeld wel buikpijn ontwikkelen. Dus vraag dat echt goed na. Vraag ook actief of er behoefte is aan hulp, psychologische hulp. En aan vrouwen die een type 3 besnijdenis hebben, of ze behoefte hebben om uitleg te krijgen over de D-infibulatie. En wat heel belangrijk is, kwam net natuurlijk ook al even aan de orde, is dat we elkaar goed begrijpen. Dus dat een tolk, en dat kan een eigen tolk zijn, een professionele tolk, of bijvoorbeeld een sleutelpersoon. Dat is gewoon echt belangrijk om zeker te weten dat we het allemaal over hetzelfde hebben. Wat is nou voor verloskundigen belangrijk? Dat is natuurlijk een hele specifieke groep, want dat gaat om de vrouwen die zwanger zijn, nou, of liever nog preconceptioneel, die het willen worden. Waarbij er natuurlijk, als je zwanger bent, uiteindelijk ook een bevalling aan zit te komen. Nou, het is dus heel belangrijk dat zowel verloskundigen als gynaecologen bij de intake al vragen of er sprake is van besnijdenis. Want dan heb je nog veel meer tijd om het gesprek te voeren, om het onderzoek te doen, om te bekijken wat moet er gebeuren tijdens een bevalling. En als dat pas tijdens een bevalling naar boven komt, ja, dan zit iemand vol in de weeën. Dan kun je natuurlijk moeilijk nog even rustig gaan bespreken wat die besnijdenis betekent. Nou, de Nederlandse Vereniging voor Verloskundigen heeft daar ook adviseurs voor opgeleid. En het advies is heel duidelijk om voor of tijdens de bevalling, onder plaatselijke verdoving, dat is eigenlijk wat je hier ziet afgebeeld, hè, dus dit is het stuk wat aan elkaar gehecht is, om daar plaatselijk te verdoven en om dat te openen, zodat je niet bij de bevalling hele vervelende complicaties krijgt, omdat er andere gebieden kapot gaan. Nou, wat is nou het advies in de leidraad? En het is goed om te lezen aan vrouwen die besneden zijn. Vertel alsjeblieft aan een zorgverlener dat heeft plaatsgevonden. Omdat dat voor veel klachten kan zorgen die je misschien niet eens zelf direct herkent. En om bijvoorbeeld bij zo'n zwangerschap is het ook heel fijn als het, als je het goed hebt kunnen, als je de tijd en de ruimte hebt om dat goed te bespreken. Mag ook altijd vragen inderdaad naar een verwijzing naar een zorgverlener met ervaring en zelf die afspraak inplannen. En wij vinden het ook heel normaal als je dus vraagt, ik heb ook die en die klacht, kan het er ook mee te maken hebben? En dan kan het antwoord nee zijn, maar het antwoord kan ook heel goed ja zijn. Nou, de Nederlandse wet is heel duidelijk. Er is een zero tolerance beleid. Dus het is echt gewoon bij wet verboden om te besnijden of daaraan mee te werken. De jeugdgezondheidszorg is daar ook op getraind om daarop te letten. Verwijst ook ouders actief naar de website van VAROS. En ook staat een verklaring op dat mochten ouders heel erg druk ervaren uit de omgeving om het te doen, dat ze met die verklaring hopelijk duidelijk kunnen maken, het is hier echt verboden. Probeert uit te leggen de risico's, de gevolgen en dat het nou eenmaal de wet is. En er staat ook heel duidelijk in dat er bij veilig thuis overlegd wordt of een melding wordt gedaan. En zo nodig ook aangifte bij de Raad van de Kinderbescherming. Dan gaan we over naar het stukje gevolgen korte en lange termijn. En dan geef ik het woord aan Luiste. We hebben even een batterijprobleem, zoals jullie zien. Krijgen we een melding dat de accu bijna leeg is. Nou, wie doet het weer? Als we kijken naar korte termijn en lange termijn gevolgen. Op korte termijn zijn dat vaak bloedingen, ontsteking, zwelling, problemen met plassen. Het lastige daarbij is dat
vaak zo'n geboortebesnijdenissen niet, of de VGV niet in Nederland, dat dat dus elders gebeurt en dat mensen dus mee mogen komen? Nee, online. Online, dus ik mag van mensen. Ik weet niet of ik haar kan muten, maar qua lange termijn zijn het met name littekens, blaasontstekingen, pijn bij het vrije, menstruatieklachten, psychologische problemen, maar ook trauma, waarvoor traumaverwerking wel geïndiceerd is. Infecties en ook problemen dus bij de bevalling of überhaupt om zwanger te worden. Dus vandaar dat het ook belangrijk is dat vrouwen uitleg krijgen dat klachten daarmee te maken kunnen hebben en dat ze dus daarvoor hulp kunnen krijgen in Nederland via een huisarts of via VAROS of de sleutelpersoon. Nou, wat houdt reconstructie in? Reconstructie, zoals wij het zien, is herstel van vorm en functie. Zo zien we dat in de plastische chirurgie. Dus dat we kijken, goh, wat is er qua functie nodig en wat is er qua vormherstel nodig? Ik heb deze plaatjes geleend van de website van Dr. Curin. En qua functie is het belangrijk om te weten dat een genitaal heel veel verschillende functies heeft. Het gaat om plassen, het gaat om vrijen, het gaat om bevallen. En dat moet heel erg duidelijk zijn. Dus het is niet alleen het herstel van een defect waarbij we vervolgens functioneel minder rekening hoeven houden met problemen die kunnen ontstaan, ook van herstel. Nou, wanneer ga je herstellen? Het staat gedeeltelijk in de leidraad, maar het staat gedeeltelijk ook in de brief die VWS heeft geschreven aan minister De Jonge, waarbij ze aangeven dat de leidraad zeggen dat het vulvare en clitorale pijn is, wanneer conservatieve maatregelen niet helpen. Wanneer we herstel of verbetering willen van de somatische seksuele functie, kom ik straks op terug. En wat verder genoemd wordt is littekenweefsel of keloïde. Ik heb daar een plaatje van bij gedaan. Dit is op een buik. Want we hebben afgesproken geen genitale plaatjes of foto's te plaatsen in deze presentatie. Neuromen, dus zenuwuiteinden die erg gevoelig zijn, kiestes en abscessen. En verder is het heel belangrijk dat de vrouw zelf het doel bepaalt en dat de chirurg dan kijkt wat is chirurgisch mogelijk. Omdat het ook heel erg afhankelijk is van de besnijdenis en hoeveel weefsel er zit, hoe dat weefsel eruit ziet. Het lastige aan wat er nu met de verzekering is afgesproken is dat het met name geldt voor somatische pijnklachten en dat die vergoed worden op dit moment om een reconstructie of een chirurgische handeling te verrichten. Waarbij het lastig is ook voor ons als specialist om als we de vrouw zien te bepalen dit is inderdaad reële pijn en somatische pijn of dit is pijn die door bijvoorbeeld psychische pijn geuit wordt als genitale pijn. En dat is een lastig punt en daarvoor zijn wij in gesprek met het VWS. Wanneer geen reconstructie, zoals het VWS dat en ook in de leidraad, zoals het nu in de leidraad staat, en dat is omdat we met meerdere beroepsverenigingen in de leidraad hebben geschreven, komen cosmetische reconstructie, wegens psychische of seksuele klachten, vallen niet onder onder de leidraad, maar ook niet binnen de verzekering op dit moment. En dat is lastig, vind ik, omdat het gaat wel om vormherstel. En gezien er een beschadiging in het plaats te vinden, zou je verwachten dat vormherstel daarom ook vergoed wordt. Het andere punt is natuurlijk genitaal. Dat zie je ook aan de wall of vagina, ziet er gewoon bij iedereen anders uit. En dat geldt dus ook naar VGV, maar ook naar herstel naar VGV. De reconstructie, hoe doen we dat? Nou, dat hangt heel erg af van de ernst en type van de VGV en hoeveel weefsel er verwijderd is. Rechts, boven in de hoek, zien jullie een 3D-foto van een 3D-model van de clitoris. En daarbij wordt ook duidelijk dat hetgene wat besneden wordt echt het topje van de ijsberg is en dat de clitoris heel veel groter is. Die is ongeveer 15 centimeter. En het grootste gedeelte zit dus ook in het lichaam en voorbij het schaambeen. En gedeeltelijk is dat oppervlakkig en ook voelbaar onder de buitenste schaamlippen. Dat is waar we gebruik van maken. Dus de clitoris kun je weer verder naar buiten brengen. En andere vormen van reconstructie, zoals het creëren van een hoedje of binnenste schaamlippen, zijn dingen die tot de mogelijkheden behoren.
en die vooralsnog niet in de literatuur goed beschreven zijn. Het belangrijkste is dat we gaan kijken naar waar zitten de pijnklachten en hoe kunnen we die het beste behandelen. En dat is soms lastig. Soms maak je een litteken open, zie je helemaal niks en kan je niet goed de pijnklachten verklaren. Dat het mogelijk beschadigde zenuwen zijn, littekenwezen, wat weet. En soms maak je een litteken open en zit daar een grote een soort steen van talg of huidcellen wat zich heeft opgehoopt. En kun je heel duidelijk aangeven, oké, dat zou de klachten veroorzaakt moeten hebben. Want ik kan me voorstellen, dit is zo groot, dit zit in de weg. We kunnen de ingang van de vagina verbeteren, zodat penetratie minder gevoelig wordt. Je kan de clitoris dus meer naar buiten halen, zoals je dat vanuit de anatomie, dat mogelijk is. En je kan dus een hoedje en binnenste schaamlippen opnieuw proberen te vormen. En dat doe je allemaal van weefsel uit de omgeving. Weer een plaatje geleend van dokter Voltes, waarbij die duidelijk aangeeft van wat kun je dan met een clitoris doen. Je ziet op plaatje A dat alleen het topje is verwijderd. Er is een lengte doorsnede, dus je kijkt eigenlijk van links, van rechts naar links naar de patiënt. Het topje is verwijderd. Vervolgens zie je dat dat verlittekent. De oranje is het littekenweefsel, kan dus ook tallig bij zitten. In mijn ervaring buigt de clitoris niet naar boven af en verkleeft aan het schaambeen, maar blijft het op de plek zelf in littekenweefsel vastzitten. En wat we dan doen is de clitoris vrijmaken van de omgeving, meer naar buiten halen door eerst de bandjes door te snijden. Dat zijn de oranje, groene en rode bandjes in plaatje E. En dan vervolgens opnieuw vast te zetten, zodat hij zich minder terugtrekt. Wat betreft weefsel rondom het hoedje en de binnenste schaamlippen, daar kon ik geen mooie anatomische plaatjes van vinden. Daar zijn we zelf mee bezig in verband met een artikel. Maar daarbij gebruiken we huid van de omgeving, wat we op een bepaalde manier verplaatsen en vastzetten, waardoor je ogenschijnlijk weer binnenste schaamlippen en een hoedje creëert. En dat blijft bij ongeveer 60%. Soms 70% van de vrouwen blijft dat op zijn plek. Alleen wat heel erg belangrijk is, is de counseling ook. Waarbij mensen heel goed moeten weten wat ze na de operatie moeten doen. En dat is met name goed schoonhouden en verzorgen. En dat is ook een deel waarbij je ook psychische klachten na een VGV kan verbeteren. Omdat mensen bewust kiezen voor deze operatie. Het genitaal weer meer eigen maken en het bewust zelf moeten gaan verzorgen. Dus het wordt weer een onderdeel van hun lichaam. Dus psychisch heeft het ook zeker, geeft het ook verbetering. Belangrijk dat ze weet dat het de eerste 2-3 weken pijn doet. Meestal is paracetamol soms wat extra pijnstilling meer dan voldoende. Maar daarvoor loopt een groot wereldwijd onderzoek op dit moment, waarbij we niet van zien dat wij in Nederland de minste pijnstilling voorschrijven en een patiënt de minste pijnstilling nodig hebben. Soms helemaal geen. Wat wel belangrijk is, is dat ze begrijpen dat soms klachten niet verdwijnen. Omdat soms ook klachten niet een sec somatische of alleen somatische oorzaak hebben. Dus een lichamelijke oorzaak. En dat er meerdere dingen een rol spelen. Mijn collega Emmy zei ook al dat dat ook bijvoorbeeld met de bekkenbodem kan samenhangen. Als de bekkenbodem erg aanspant, dan kunnen klachten, vooral pijnklachten, aanwezig blijven. Voldes heeft een groot onderzoek gedaan en die geeft aan dat soms de seksuele klachten zelfs verslechteren. Dat heb ik in mijn groep nog niet gezien, maar ik heb er ook nog geen 3500 geopereerd. Het kan zijn dat de clitoris wat terugtrekt en de gevormde schaamlippen en het hoedje kunnen wat vervlakken. We zetten die goed vast en creëren een plooi, maar een plooi creëren is altijd heel erg lastig. Dus het kan zijn dat je de plooi creëert en dat die optisch, als de vrouwen als je het genitaal ziet aanwezig zijn, maar als ze de benen goed spreiden, dat die dan weer vlak wordt. En dat zie je natuurlijk bij gewone schaamlippen niet. Heel belangrijk is de counseling vooraf. Dus goed met de vrouwen gaan zitten. Dat kan de arts zelf doen die de operatie uitvoert, maar de voorkeur heeft dat een ander binnen het team te laten gebeuren, dus met name de seksoloog, die goed kan kijken van wat is precies de klacht, wat zijn de verwachtingen en kunnen we dat ook echt gaan bieden.
Want als een vrouw bij mij komt en zegt, ik heb nog nooit een orgasme gehad, want ik ben besneden en na de reconstructie ga ik fantastische orgasmes hebben, dan kan ik haar heel duidelijk maken dat dat niet gaat gebeuren natuurlijk. Want de operatie zorgt niet voor het orgasme. Dat is ook iets wat een vrouw zelf moet leren en wat ook voor een reconstructie mogelijk moet kunnen zijn of in ieder geval geoefend moet worden. Dus het is heel belangrijk om het doelgroep duidelijk te krijgen, uit te leggen wat er chirurgisch kan en wat de gevolgen daarvan zijn. Ik zie op dit moment weinig negatieve gevolgen, dus dat is heel prettig. Mensen hebben niet langdurig klachten of problemen. Sorry, hij ging op mute, dus ik weet niet welk deel jullie gemist hebben. De host had ons gemute. Moeten we stoppen, Diana, of kunnen we door? Ik weet niet wat je gemist hebt. Nou, het is dus heel belangrijk om het doel duidelijk te krijgen. Wat wil iemand verwachten? Uitleggen wat chirurgisch kan, wat de gevolgen daarvan zijn. En wat verwacht iemand hiervan? Als ik een litteken open en ik zie een volstrekt normale clitoris waar ik geen enkele beschadiging of litteken aan zie, dan doe ik daar dus niks aan. En als een patiënt dan hoopt wakker te worden met een hele grote rode clitoris, dat is wel iets wat ik van tevoren moet bespreken. Want als er niks aan gebeurd is, ga ik ook niet aan een clitoris opereren die intact is. Dus dat zijn dingen die heel goed van tevoren besproken moeten worden. En vandaar dat Marissa het al zei en Emmy zei dat ook, zorg dat je elkaar begrijpt en dat er dan eventueel een tolk aanwezig is. En bij voorkeur niet het zoontje van 6. Route naar zorg. Hoe krijg je de zorg die je nodig hebt en hoe ziet dat er bij ons uit? Nou, we hebben geprobeerd daar ook een schematische plaatje van te maken. Nou, meestal wordt de patiënt verwezen door of de eerste lijn, dus huisarts, GGD, jeugdgezondheidsarts of verloskundige. Of de tweede lijn, dus een collega van elders of een anders een plaschirurg of een gynaecoloog. Zij kunnen dat op twee manieren doen. Ze kunnen via het zorgportaal een verwijzing sturen. Dan komt het binnen op een van beide polies, bij de polygynecologie of de polyplastische chirurgie. Het wordt getrieerd. Dat doen we sowieso samen. Maar eerst door ons, dan gaat het naar het MDS om te triëren, leg ik zo uit. Of het komt binnen via het mailadres. Daar hebben beide polies hebben daar toegang toe. En dat is ook een mailadres waar je ook als niet-arts naartoe kan verwijzen of de patiënt zelf contact kan opnemen. En dan werken we, is het eigenlijk, zoals Marissa dat ook zegt, als een patiënt zelf contact opneemt, moeten wij de huisarts benaderen voor een verwijsbrief, omdat we anders een patiënt niet kunnen zien. Als alle brieven binnen zijn, of als de brief binnen is, hebben wij voor het multidisciplinair spreekuur wat wij wekelijks of om de week hebben op dit moment, alle brieven bekijken en kijken of we de patiënten alleen gaan zien. Is het bijvoorbeeld een complex verhaal en is er een tolk bij nodig, dan heeft het soms de voorkeur om de patiënt eerst een van beide specialisten te zien, zodat je daar veel tijd aan kan besteden. Of we zien de patiënt tegelijk op het multidisciplinair spreekuur, dus voor urogenitale en colorectale problemen. Dat doen we op dit moment op locatie AMC, dus Amsterdam UMC locatie AMC op de polykliniek gynaecologie. We zien de patiënt samen met de gynaecoloog. En als het nodig is, sluiten we een uroloog of een seksuoloog aan. Of aan bij het spreekuur of aan tijdens de operatie. Zodat we plannen dat er ook een uroloog aanwezig kan zijn als wij urologische problemen of vragen verwachten of vragen hebben. De andere specialisten die normaal betrokken zijn bij het spreken zijn hierbij niet aanwezig. Meisjes tot 18 jaar behandelen we eigenlijk alleen de acute problematiek. Dus is er een infectie, een plasprobleem wat verholpen moet worden of een wondprobleem. En verder worden deze meisjes begeleid totdat zij 18 zijn. Omdat wij reconstructief niet voor hun mogen betekenen totdat ze 18 zijn. Hoe zit het bij vrouwen? Dus bij mensen dames boven de 18. Nou, conservatieve behandeling wordt met name door de gynaecoloog en de seksuoloog gedaan. Al dan niet wordt de traumabehandeling ingezet, een bekkenfysiotherapeut. Of we zien de vrouwen op het vulva spreekuur waar ook een dermatoloog aanwezig is. Verder, klachten waarvoor chirurgische behandeling nodig is, kijken
kijken we eerst naar het acute problemen. Dat zijn dezelfde eigenlijk als bij de meisjes onder de 18. Maar er kunnen ook problemen met penetratie bij voorkomen. Of vragen om voor deinfibulatie, bijvoorbeeld voor een partner dan wel voor penetratie. Is er wens voor reconstructie, is het op dit moment zo dat somatische klachten eigenlijk een voorwaarde zijn voor vergoeding. Daar wordt naar gekeken door ons samen met VWS en ook met SOMMW. Hoe zit het met psychische klachten? Want ik denk dat daar, zoals ik net al zei, reconstructief ook wat baat bij kan hebben. En zeker ook voor seksuele klachten. En daarbij evalueren we de klacht niet alleen op het multidisciplinair spreekuur, maar vragen we ook een seksuoloog om mee te kijken. Gebeurt op dit moment op onze poli, maar dat is ook belangrijk dat we daarvoor mensen opleiden, zoals Marissa al zei, in de regio zelf. En dat is ook wat heel erg belangrijk is, opleiden van collega's. We hebben het met Diana ook al over gehad, van er moet eigenlijk weer een groot seminar komen waarbij we dit kunnen bespreken. En op dit moment dus alleen de somatische klachten. Ik ben bijna klaar. Qua multidisciplinair spreekuur. We willen dus verduidelijking krijgen van de vragen. En ook sneller, patiënten sneller op de juiste plek krijgen. We willen met de zomer ons zorgpad evalueren. Werkt dit op de goede manier? Of zouden we dit anders moeten aanpakken? En het is belangrijk dat we onderzoek doen om de zorg beter te maken. En het gaat om een pilot om gereconstrueerde dames van de afgelopen paar jaar te evalueren. Wat was hun vraag? Is er aan die vraag en verwachting voldaan? En hoe is het nu met deze dames? En dat is iets wat binnenkort van start gaat. En we hopen dat we ook met het SOMMW verder onderzoek kunnen doen en de dames verder kunnen behandelen. En ook om andere redenen dan somatische klachten. Dank jullie wel, Mieste en Emmy. Er zijn vragen binnengekomen. Ik ga er een paar uitlichten. Vragen wat betrekking hebben op links van waar informatie te vinden. In zijn algemeenheid, jullie krijgen allemaal een mail naar dit webinar, waarin we dit soort linkjes in elk geval toevoegen. Dus links naar de presentaties, maar ook waar de VGV-spreekuren zijn. Ik zag ook een vraag over een voorlichtingsfilm, waarin er wat informatie staat over wat eigenlijk een spreekuur is en hoe je daarbij terechtkomt. Ook dat gaan we allemaal delen. En de leidraad. Dus daarmee heb ik een paar vragen in elk geval gecoverd. Ja, we kunnen nu inderdaad ook de chat erbij hebben. Reconstructie mogen we helaas niet bij minderjarigen doen. Dat is in ieder geval eentje wat bij mij als eerste opspringt. Dat is een afspraak die we voor alle genitale chirurgie hebben afgesproken. Zowel bij de gynaecologie, esthetische plastische chirurgie en de plastische chirurgie. Ingrepen aan het genitaal alleen als er een medische noodzaak is. Dus dat geldt voor ontstekingen, kanker en andere dingen. Aangeboren afwijkingen. Hiervoor hebben we aangehouden dat de dames 18 moeten zijn. Marissa, is een vraag over sleutelpersonen. Werken sleutelpersonen regio overstuigend? Ik zag namelijk dat er in mijn regio, provincie, geen spreekuren zijn. Hoe gaat dat dan? Kan je daar iets over vertellen? Zeg het dus de vraag nog een keer, Diana. Of sleutelpersonen, getrainde sleutelpersonen, of die alleen in hun eigen regio werken, of dat die bijvoorbeeld ook naar een regio komen waar geen sleutelpersonen zijn of waar geen spreekuur is. Ja, bij ons, onze sleutelfiguur die met ons werken, die werken echt op onze eigen regio. Okay. En ze organiseren ook huiskamer op onze eigen regio, zeg maar, op het Haaglanden. Ik weet dat in andere, we krijgen wel eens vragen over de inzet van sleutelpersonen. Dus als er in een bepaalde regio geen sleutelpersoon actief is of geen spreekuur is, dan bestaat er de mogelijkheid, dan zoeken we vaak in samenwerking met EFSAN. EFSAN heeft een overzicht van waar getrainde sleutelpersonen zijn. Ja. En EFSAN kan dan helpen met het vinden van een goede sleutelpersoon. Ja, klopt. Mieste en Emmy, ik zag ook een vraag van of jullie zorg alleen voor de regio Amsterdam is.
Of dat het landelijk is. Kunnen jullie daar iets over zeggen? Ja, we zitten even aan het kijken. Nee, dit is in principe landelijke zorg. Waar we ook met Diana naar willen kijken en met Faros van wat kan er in de regio. Want ik kan me voorstellen dat iemand die uit Kerkrade komt best preoperatief en voor de operatie wil komen, maar niet maandelijks naar een seksoloog of een bekkenfysiotherapeut wil in Amsterdam. Dat is gewoon echt veel te ver. Dus daarin zijn we steeds aan het zoeken van wie zit er in de omgeving. Maar daarin is opleiden met name heel erg belangrijk. Ook van mijn seksologische collega's die vanuit de psychologie komen. Hoe zit de anatomie en wat kan wel en wat kan niet? Want ik zie ondertussen ook vragen. Dan wordt daar ook door afgeleid. Maar of vrouwen minder seksueel genot kunnen ervaren na een clitoridectomie. Dat kan, maar het is niet zo dat ze absoluut geen genot kunnen ervaren. Want de clitoris is 15 centimeter. Alleen je moet daarmee leren vrijen. En dat is iets waar we de vrouwen bij kunnen begeleiden. Want het is niet zo dat als we dus geopereerd hebben, dat het opeens wel kan, omdat we geopereerd hebben. Muusje, misschien wil je dan ook meenemen over de functie van een clitoraal hoedje. Die zag ik ook nog voorbij komen. Oh, hier. Dat is eigenlijk hetzelfde als de voorhuid van de man. Het beschermen van de glans. Dus van de clitoris dan wel van de eikel van de penis. En het beschermt tegen schuren, beschadiging enzovoort. Het is, als je de clitoris meer naar buiten brengt, is dat natuurlijk gevoelig. Net als bij een besnijdenis bij een man bent dat op een gegeven moment. Maar het is met name om het beeld kloppend te maken. Kijk, een navel heeft ook geen functie. Maar als je een buik ziet zonder navel, ziet dat er gek uit. Mm-hmm. Het beschermt de clitoris ook. Alleen, je hebt het voordeel dat er ook buitenste schaamlippen omheen zitten. Dus check de bescherming die het oorspronkelijk had, toen we nog geen kleding droegen enzovoort. Die is er niet meer. Dus als je een hoedje herstelt, en dat is altijd een lastige discussie als ik opereer, hoe zet ik daar die paar hechtingen ook, zodat er mogelijk een hoedje ontstaat? Of mag dat niet, omdat het dan opeens cosmetiek wordt? Mm-hmm. Dus dat is het heeft wel functie, maar het heeft niet zoveel functie als de labia minora, die ook echt meespellen bij opereren. Dankjewel. Ik zag ook een andere vraag over hechten, misschien dat die ook in dit rijtje past. Ja. Als een vrouw na een episiotomie gehecht wil worden, wordt dit dan gedaan? Episiotomie is wat veel mensen ook kennen als een knip. Ja, dat klinkt altijd een beetje gek, maar soms is het nodig bij de bevalling om even helemaal los van of er wel of niet VGV heeft plaatsgevonden, is het nodig bij de bevalling om meer ruimte te maken. Bijvoorbeeld als het kind in nood is en dan wordt er verdoofd en wordt er een knip gezet. Dat gaat schuin naar achter, dus schuin richting de bil. Die knip die wordt natuurlijk gehecht. Die geneest anders ook wel, maar dan loop je heel lang met een grote wond. Maar de besnijdenis op zich hechten we niet opnieuw weer dicht, als dat de vraag is. Dat doen we uitdrukkelijk niet. Ja, het moet open blijven tot de uretra, die moeten vrij blijven. Ja. Dus je moet, anders is het plassen een probleem. Dus het is natuurlijk wel, kijk, als al voor de bevalling de opening wordt gemaakt, dan hecht je natuurlijk dan. Anders hecht je natuurlijk bij de bevalling wel. Hè. Als je de infibulatie openmaakt, dan heb je natuurlijk twee wondjes links en rechts. Dus die hecht je wel, omdat je anders daar met een wond loopt. En dat is een gebied wat eigenlijk dan rond zo'n bevalling heel goed geneest. Maar je moet dat wel netjes hechten om die wondjes dicht te maken. Ja, maar je doet in principe geen re-infibulatie, als dat de vraag. Geen plezier in seks hebben is een vraag. We hebben dat samengevat in seksuele problemen. Het lastige in geen plezier in seks hebben is dat meer vrouwen dat kunnen hebben. Alleen het lastige is, kijk, een besnijdenis is meestal niet een, het is meestal toch een vorm van traumatische ervaring. Het is iets wat zeker pijn doet. Daar komt veel meer bij kijken dan alleen wat er met het orgaan zelf sek is gebeurd. Dus geen plezier in seks hebben, dat kan voorkomen. Alleen dat is iets waar we goed naar moeten kijken van wat zit erachter? Hoe kunnen we iemand daar seksuologisch of met de bekkenfysiotherapeut bij helpen?
Ook vooral omdat ik wil onderstrepen dat, kijk, een operatie door mij of door een andere plastisch chirurg gaat niet opeens plezier in seks geven. Dat is net als Viagra innemen en wachten dat er een erectie ontstaat. Dat gebeurt ook niet. Je moet er wel zelf ook iets voor doen. Ja. Maar ik weet niet of Marissa daar iets aan toe wil voegen. Wat ik heb geleerd van ons seksoloog, die zei altijd van, een vrouw kan wel plezier hebben, een vrouw kan wat voelen tijdens haar seksuele gemeenschap, maar het is iets, het clitoris is wat van buiten wat eraf gehaald, maar van binnen, het is een grote orgaan. Maar jij als vrouw zeide, moet je kunnen leren hoe je moet omgaan, zeg maar, zodat je het ook het gevoel en het plezierheid kan hebben. En ja, de partner speelt ook een hele grote rol, hoor. Het is en is het. Maar je kan wel plezier kan je wel hebben, maar hier moet het een beetje los. Als het hier los gaat, en ja, dan komt het wel. Dus daar heb ik echt van een seksoloog geleerd. Ik dacht ook vroeger, als een vrouw besneden is, ja, ze voelt niks. Nee, zo is het niet. Je kan wel voelen, maar je moet wel mee leren, zeg maar. En dan kan een seksoloog u daarmee helpen. Marissa, ik heb ook nog één vraag voor jou. En dan moeten we helaas gaan afronden. We gaan niet alle vragen kunnen behandelen. Marissa, kan jij nog iets zeggen over als wanneer iemand bij het spreekuur is geweest of en hoe er een terugkoppeling naar de huisarts plaatsvindt? Wij doen meestal een overdracht. Een overdracht, staat een brief wat wij allemaal hebben gedaan op het Haga ziekenhuis. En dit brief gaat naar de huisarts toe. En dat doet onze gynaecoloog. Ik doe dat zelf niet, maar de gynaecoloog stuurt een overdracht naar de huisarts. Want huisarts is eindverantwoordelijk voor die cliënt. En die moet die brief hebben. Helder. Even te kijken hoor, ik heb de neiging om toch nog een vraag te behandelen. Voordat jullie uitloggen trouwens, mijn collega Carla die gaat zo een link naar een evaluatie in de chat plaatsen. Wij zijn heel erg blij met iedereen die de evaluatie invult, want dat geeft ons veel input, ook voor volgende webinars. Ik vraag even, zie jij nog een vraag? Ik zag ook een vraag. Hoe komen vrouwen terecht? Dat zag ik ook volgens mij ergens. Hoe komen vrouwen terecht bij het spreekuur? Vaak via een sleutelfiguur en vaak mond-op-mond reclame. Stel voor dat er een cliënt hier is geweest en die was tevreden. Die vertelt aan de buurvrouw en de kennis, et cetera. En de laatste jaren krijgen we ook wat jongere meisjes, zeg maar, via consultatiebureau. Of wij een lichamelijk onderzoek willen doen. En een stukje preventie naar de ouders toe. Als dat meisje wat later ouder wordt en als zij problemen krijgt rond haar besnijdenis, dat ze ook terecht kan komen naar het nazorg. Dus zo komen vrouwen een beetje binnen, zeg maar. Dankjewel, Marissa. De link naar het evaluatieformulier staat er ondertussen in. Ik wil alvast aankondigen dat het volgende webinar gaat plaatsvinden op 28 juni. Dat is weer op een maandag, zelfde tijdstip. En daarbij gaat Annemarie Middelburg ons meenemen in juridische aspecten rondom VGV. Ze gaat ons uitleggen hoe de strafwet eruit ziet. En zij vertelt ook wat over haar onderzoek naar de rol van wetgeving in Afrika. En u vanaf morgen kunt u zich aanmelden voor dat webinar. Dan komt de informatie weer op onze website staan met een aanmeldformulier. Heel fijn als jullie de evaluatie willen invullen. En rest mij om Muste, Emmy en Marissa van harte te danken voor jullie bijdrage vandaag. Volgens mij was het voor heel veel mensen heel informatief. Ik zie hele positieve reacties in de chat. We hebben niet alle vragen kunnen beantwoorden. Ik ga mijn best doen om alle vragen die we niet hebben beantwoord in een e-mail te bundelen en daar nog de antwoorden bij te zetten. Dank jullie wel allemaal en nog een fijne dag. Graag gedaan. Fijne dag. Fijne dag. Doei. Dag.